Boeren, burgers, buitenlui. Er was eens een bakker in ons mooie Arnhem. Die bakker die was tot over de provinciegrenzen bekend. Waarom? Hij bakte zijn brood volgens een heel goed bewaard familiebakkersgeheim. De smaak van het brood heeft zelfs de aandacht van onze koning getrokken. Ja, hallo, met de bakker. Dag, meneer de bakker. U spreekt met de lakei van de koning. Het schijnt dat u zeer goede broden bakt. De koning is nieuwsgierig en wil voor vanavond graag 3 broden bestellen. Voor vanavond? Ja, vanavond. Is dat mogelijk? Voor de koning? Inderdaad. Oké, ik ga mijn best doen. We zien de broden wel tegemoet. Ja. Eerst mail. De bakker. Hoe staat het ervoor? Nou, goed. Ik ga de broden zo in de oven doen. Ja. Mooi zo. Dan stuur ik iemand die ze komt ophalen. Ja, goed. Ja. Dag meneer de bakker, ik kom de broden halen. U maakt zelfs surprisebroden, met verrassingen erin. Nou, fantastisch. Pakt u ze maar in, dan kan ik ze meenemen. Nou, oké. Onze geliefde bakker kan niet zo goed tegen tijdsdruk tijdens het bakken. Daar krijg je vreemde broden van. Deze vreemde ingrediënten, of voorwerpen, die in het brood terecht zijn gekomen, die horen bij een plek die jullie nu gaan bezoeken. Komen jullie erachter waar die voorwerpen bij horen? Ah, telefoon. Ja, hallo, met de bakker. Dag, met de koning spreekt u. Meneer de koning. Wat een fantastische broden heeft u gebakken. Het belleneffect is zeer geslaagd en de surprises in het brood zijn fantastisch. Nou, dank u wel. Dag. Blijkbaar kan de koning de broden wel waarderen. En niet te vergeten de rode telefoon van de bakker. Dat is een voorwerp die bij een bijzondere plek in deze buurt hoort. Dus ga deze week naar buiten. Ga op onderzoek uit. Wees creatief, net als de bakker. Succes!